Yo, kijkers en welkom terug bij een nieuwe GKNL Server Survival. Het is hier nacht. We hebben hier een paard gekregen van CS Play Minecraft. We hebben hier ook een muurtje. Toffe gasten. Black Hero heeft zichzelf erop gezet. Mag van mij. Hij is een toffe gast. Born My Gaming is een toffe gast. Heeft zichzelf erop opgezet. Dus dat mag van mij. En CS Play Minecraft heb ik erop gezet. Want die gast heeft mij ontzettend veel geholpen om mijn huis af te krijgen. En die is in ieder geval af vanaf de buitenkant. Inrichten moet nou wel een beetje. Oh ja, die signs. Alsof dat hij vroeg dat hij in mijn dorp mag. Dat mag. Ja. Zo. Wil je wel één carrot en een potato? Ja, dat kan ik wel gebruiken trouwens. Is goed. Ik ga namelijk voor het dorp hier wat gaat komen. Hij wordt de eerste bewoner die erbij gaat komen. Hij gaat zijn eigen huisje bouwen. Ik ga ook een paar bijbouwen. Maar ik ga ook nog een publieke farm bouwen waar ik deze aflevering aan wil gaan beginnen. Laat ik dat maar even doorgeven. Voor publieke farm. Zo. Oh ja, die chest is lang bij mij. Oh ja, had ook glowstone gegeven. Dat had ik geloof ik al verteld. Ik moet het hier natuurlijk nog een beetje inrichten. Hij heeft mij ook armor gegeven. Hij gaf mij ook een enchantment table. Of dat wou hij geven, maar ik had zoiets van hou die maar. Ik wil ook wel wat dingen zelf doen. Zoals diamond vinden vind ik toch wel leuker om zelf te doen. In plaats van. Oh, kerel, je zweeft. Hero Brian vliegt boven mijn chest. Nee. Dat is Born. Toffe kerel. We plaatsen gewoon even mijn bed. Doen we. Ik denk maar even hier zo. Gewoon zo pats in het midden. Wat hebben we nodig? Die sheets kan ik wel gebruiken. Ik neem wat eten mee. Ik neem een zwaardje mee. Ik had het. Ik heb ook nog een iron zwaard nu. Als het goed is. Ergens. There we go. Een axe nemen we mee. Een shovel nemen we mee. Cobblestone pad wil ik gaan doen. Dan moet ik oppassen dat ik die. Oh, ik heb best veel potato en carrot gekregen van die gast. Ik denk die geeft gewoon van ieder één. In ieder geval, dit is wel een tof paard. Dit is echt een tof paard. Maar de signs mogen er wel af. Weet je wat? Ik ga iets terug doen voor die gast. Als hij dit bordje gaat lezen. Zo. CS Play. Oh, waarom heb ik caps locks aan? Doe ze normaal. Minecraft. Verzin maar een wow naam voor dit paard. Ik heb aan. Wat wou ik nou doen? Ah, ik moet trouwens mijn farm. Melon seed, mag wel. Kan ik allemaal gebruiken voor die publieke farm? Tuurlijk. Thank you. Van dit darkwood wil ik mijn farm gaan maken. Dat lijkt me wel een chille gast. Poepapum. Van dit hout, wat zo lang duurt. Met hakken van deze bomen. Maar goed, dat maakt niet heel veel uit. Oh, kak. Kak een beetje verkeerd. Die had ik moeten laten staan. Nou, ik kan hier nog op. Up. Gelukkig krijg je veel hout uit één boom. Dat scheelt wel. Dus wat dat betreft, het hoeft niet lang te duren, dit hakken. Oh, ik moet nog eentje omhoog. Ik krijg nou wat, jongen. Oh, there we go. Zo. In ieder geval, mensen mogen hier gewoon vrij gaan wonen. Bij het dorp wat gaat komen. Maar zorg wel dat je ruimte houdt voor dingetjes. Want ik wil ook nog een kerk in het dorp gaan bouwen. En dat soort gedoe. Maar wat ik zeg, wat ik wil gaan bouwen. Laat mij dat ook zelf bouwen, alsjeblieft. Ik vind hulp niet erg. Zoals materiaal, zoals wat ik nou kreeg. Seeds en zo. En dat soort dingen. Maar alsjeblieft, laat me ook dingen zelf doen. Anders heb ik zo weinig te doen in mijn opnames. Hulp is natuurlijk welkom. En dan kom je natuurlijk ook op dat bord van die toffe gasten. Sommigen zetten zichzelf erop. Nou,
Dat mag van mij, maar als ik je amper ken, dan haal ik je er ook zelf weer af. Zo ben ik gewoon. Dat is niet lullig of zo. Niet lullig bedoeld, maar ja. Dan weet je dat. Dan moet je niet verrast zijn van. Je haalt me eraf, maar ik ben best een tof ras, ja, maar ik ken je niet. En als ik je niet ken, dan haal ik je er gewoon vanaf. Dus zodoende. Dat moet te begrijpen zijn, neem ik aan. Lijkt dus best logisch, een shizzle. En ja, hoe lang deze opname gaat duren, dat zien we wel. Puh. Zo. En dan gaan we hier nog voor zekerheid 1 omhoog. Hup. Oh. Kom op. Zo, kutbomen. Zo stom groot. Maar ja, ze hebben wel een mooi donker hout. En daarvan ga ik mijn boerderij maken. En in die boerderij komen nog koeien. En schapen. En kippetjes. Wat hebben we nog meer? En natuurlijk buiten komt het gebied met wheat en melon en dat soort gedoe. Dus het wordt allemaal tof. Het wordt allemaal super tof. Ik heb er zin in. Laat ik wat hout liggen hier toevallig. Nee, niet dat ik weet. Ik wil nog 2 van deze bomen hakken. 2. En dan vind ik het goed. Dan vind ik het helemaal best. Dan moet ik wel een keer genoeg hebben. Want ik wil natuurlijk gewoon de ondergedeelte, zo'n skelet van gewoon de logs doen. Die fundering. Om het maar netjes een bouwterm te gaan gebruiken. En dan natuurlijk gewoon erop komt gewoon dark wood planks. En wat raampje. De raampjes in de farm? Nee, dat wordt hem denk ik. Oh, hak ik nou? Nee, dit is gewoon dezelfde boom. What the fuck? Het is een beetje een aparte vorm, maar het is gewoon dezelfde boom. Zo, tadoor. Hallo zombie. Kom je mijn gezelschap houden? Ja, lijkt er wel op, hè? Oh, joh. Nee! Ik wou er niet afgeslagen worden, maar oké. Okay. Hey, we hebben ook een spin. En ik heb Fateful trouwens, voor als mensen het niet door hadden. Ik heb bij Fateful! Yes! Mijn favoriete texture pack. Het is een beetje, lijkt op default, maar het verandert ook een beetje. En dat vind ik zo chill aan Fateful. Het verandert niet te veel. Dus vandaar Fateful, mijn favoriete texture pack. Mocht je dat nog niet door hebben gehad. Oh. Kak. Dat wist ik niet. Laat me langs. Ah, snap. Ik dacht dat ik alles had gedaan, joh. Ah, maar zo kom ik er ook nog. Het is niet heel handig hoe ik dat deed. Maar ah, we hebben geen axe meer. En dan hakken we deze nog gewoon even met de hand verder. Dan ga ik straks wel weer een axe halen. En hup. Tududu. Ik hoop dat ik genoeg logs ga hebben, want het wordt wel groot. Aangezien ik de beesten er binnen wil en daar buiten het voedsel. Dus het wordt wel redelijk groot. Blacksmith. Dat moet ik ook nog hebben in mijn dorp. Gewoon voor funs, weet je. Alles erin. En een bakkerij. I don't know. We verzinnen wel wat er allemaal gaat komen. We zien wel. Oh, ik heb al best veel gek. Gek. Maar ik wil gewoon nog 1 boom hierna. Ah, Jezus, wat duurt dat toch eigenlijk lang met de hand? Niet normaal. Niet normaal. Oh, sapling. Zo. Tududu. 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 Bijna. Nog 3 blokjes en dan hebben we deze boom om. Stuurt even, maar hij ook wel wat. Of zou ik gewoon gaan beginnen? Fuck dat hakken, we beginnen gewoon. We merken wel als we nog nodig hebben. Ik ga even kijken wat we. Oh, in 1 keer is het nacht. Whatever, weet je. En weer dag. Het gaat lekker hier. Zo. We hebben daar ook nog een stack, jongen. We hebben nog planks zelfs daar. Wat hebben we? Hierboven nog. Laat maar erop. Hierboven hebben we geen darkwood. Maar we hebben in ieder geval genoeg logs. Lijkt mij. Hoop ik. Oh ja, ik wou mijn dingetje wou ik in de buurt van het water doen daar. Dus we gaan even hier de grond een beetje gelijk maken.
Tot aan de rand een beetje het sugarcane wil ik er wel achter bewaren. En dan zien we wel hoe ver we komen. Dus. Ik ga dit stukje denk ik versnellen. Want dit is een beetje saai het graven. Dus ik ben nou gewoon stil. En dan versnel ik wel. Oké, en ik ben weer terug. Er was net even een knip van dat saaie graven. Dat hoeven jullie niet te zien. Er is wel iets gebeurd met de server waardoor ik heel veel spullen kwijt ben geraakt. Zoals de seeds die ik had gekregen en dat soort gedoe. Dus dan moet ik toch maar weer een keertje zelf gaan zoeken. Ik heb ook gigantisch veel hout weer opnieuw moeten hakken. Maar weet je, zulke dingen kunnen gebeuren. Maakt mij niet zo gek veel uit. We gaan even hier de ondergrond leggen. Tot hier, denk ik. Dat is aardig groot. Nou, er zijn hier bomen geplant. Dat is wat minder. Die staan een beetje in de weg nu eigenlijk. Maar die, nou, zoals ze helemaal gegroeid zijn. En dan ga ik dus gewoon weer weghakken. Zo. Er komt ook, even zien. Laat ik eerst maar de andere kant doen trouwens. Daar een opening in. Zitten die dingen nou precies op mijn pad? Nou, dan halen we die boompjes daar eerst even weg. Hebben we gelijk hout, dat is tof. Alleen ze zijn een beetje op een rotplek geplaatst. Maakt niet uit, kan allemaal gebeuren. Zo. Het is aardig bedoeld, toch? Bovendien, hout is altijd wel te gebruiken. Waarom hakte ik die nou weg? Ik moet eigenlijk die weghakken. Zo. Beetje last van mijn keel. Ik moet zo dadelijk even wat drinken. Dan gaan we... Hier komt een opening. Ik doe hier geen vloer in, hoor. We laten het gewoon dirt. Want er komen beesten in te leven. Doen we... 1, 2, 3... Hoeveel zijn het? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7... 8, I don't know. Dan laten we een opening van... Ik denk 3 of zo ertussen. Waar mensen doorheen kunnen lopen. Want het wordt publiekelijk. Dus dan beginnen we daar weer. En dan gaan we... tot daar. Tot hier, denk ik. Hoeveel hebben we nou? Is het een beetje gelijk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inclusief de hoek. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Deze kant is weg. Bam. Bam, 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 bam. Oh, ik heb natuurlijk geen... Oh, ik heb nog wel dirt. Dank u. En dan gaan we die kant op. En dan... Oh, kak, ik moet hier nog steeds graven. Nou, dit stukje graven doen we al gewoon on record. Waarom pak ik nou de appel? Ik moet de speet. Maar het meeste graafwerk, het is zo saai, dus dat heb ik lekker... ik wou het versneld doen. Ik had zoiets van, nou, ik knip het er gewoon uit, weet je. Het is net zo prima, naar mijn mening, net zo handig. Hallo, koe. Ga hier eens even vanaf. Ik hak dit gewoon helemaal weg, zo. Oh, laat ik even trouwens die saplings gewoon kapot maken hier. Straks komt er zo'n grote kutboom die ik dan moet hakken. Daar heb ik ook geen zin in. Kijk, die is nog wel te doen. Die is geen grote. Maar als er zo'n joekelboom uit komt groeien. Dan ja. Er is trouwens nog een bewoner bijgekomen in het dorp. Tof. Dat is hartstikke tof. Die woont nu. Oh, die is hard gegaan, moet ik zeggen. Hij is nog bezig. Oeh, die doet een heel ander huis. Chill. Lekker variatie in het dorp. Hier komt in ieder geval de publieke farm. En ik ga nog wel een bordje plaatsen van ja, het is publiekelijk. Maar zorg dat je wel een beetje helpt met onderhouden. Of nee, onderhouden hoeft niet per se. Maar als je dingetjes, vooral eten, gaat pakken. Dan is het handiger als je ook terugplant. Dat is wel zo fijn, als het ware. Gelukkig heb ik zat hout gehakt, blijkbaar. Want dit kunnen we allemaal omzetten in planks. Kabam. Nou, oh, dat is wel aardig wat. We beginnen gewoon met wat we hebben. Ik doe een laagje van 3 erop. Kom op, 3. Oh. Ik moet blijkbaar beginnen met 2 of zo, anders pakt hij hem niet meer. Pech. Dat is pech. Het wordt wel een heel lelijk ding, denk ik. Maar ik wil het dak van Birdswood Stairs doen. En hoe heet het, die dingen?
Ik ben de naam vergeten. Maakt niet uit. Slaps! Hey, komt het met dan nog te binnen? Yes. Dat is tof. Papam. Oh, ik heb lang niet gedaan. We zullen zien hoe ver we komen, joh. Ga ik hier nog ramen? Hey! Oh, dankjewel, man. Dankjewel. Toffe hulp. Woehoe. Ergens gekregen. Nop. Niet dat ik weet. Nee. Zo gaan we goed. We hebben nog zat. Nog zat. We hebben ook nog zat logs als het moet. Dus dat kunnen we ook gewoon nog fixen. Ik add nu een woodcutting level 10. Krijg je een gratis DIX. Oh. Chill. Pingel. Oh, fuck. Dit moet natuurlijk ook nog. Ah, dat is easy te fixen. Bam. Oké, nog eentje. En dan gaan we dadelijk birchwood hakken. Denk ik. Of ga ik dan in ieder geval vast de binnenkant doen? Ja, dan gaan we eerder beginnen aan de binnenkant, denk ik. Ik heb nog zat hout. Kunnen we de binnenkant vast indelen. En dan zien we wel hoe ver we gaan komen. Oké, nou moet ik toch wel even bijmaken. Dark oak wood. Bam. We weer zat. Yeah, baby. Ik wou zeggen bitches, maar zo onvriendelijk. Ik hoef niet te gaan schelden. Publieke farmen. Hiernaast komt het voedselgedeelte. Moet ik weer fucking veel graan. Nee, ik denk dat het zo laat. Daar wel een beetje gelijk maken. Maar dan kan ik hier water al tussen doen of zo. Ik heb zat water daar. Ik heb emmers als het goed is ergens in mijn chest. Geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker. Anders moet ik iron zoeken. Oké. Nog even hier. Ja, het is toch nog aardig groot geworden zo. Dan gaan we nou fences maken. Heeft hij al een naam erbij gezet? Nee. Kom vanzelf wel. Daar gaat CS Play Minecraft. No. Die gaat daar wonen. En dat daar, ik ben HGP... Nee, HGP van mij nou. RGHD Ronald. Zo. Ja, dit is mijn eigen huis, hè. Ja. Ik moet nog wel een tuintje eromheen doen, vind ik zelf. Maar dat komt wel. Oh, waar loop ik godsnaam heen? Ik maak hier ook gewoon even planks van whatever, weet je. Bam. Nog even. Nog één. Bam. Kunnen we nou gewoon een stack doen? Of fences? Nee, dan niet. Jammer. Bam. Nou, denk ik toch wel een keer. Anders doen we geen stack. Fuck it. YOLO. Ah, we kunnen precies een stack doen. Dan hebben we fucking veel. Maar beter te veel dan te weinig, weet je. Dan moeten we een keer nog gates erbij maken. En dan komt dat wel goed. Zo. Pop. Ik maak het nou gewoon even helemaal dicht. Puur om eerst een indeling te hebben. Werkjes, dank u. En aan deze kant natuurlijk. Dit is wel weinig ruimte voor beest eigenlijk, man. Whatever. Ik denk dat ik anders alleen koeien en schapen doe of zo. Waar wij kippen. Kippen kan wel, maar dat kan ik ook buiten doen als het nodig is. Of koeien buiten, whatever. Whatever, weet je. Whatever. Of gewoon verschillende grote hogs kan ik ook wel doen. Koeien in ieder geval groot. Dus als ik hier een omslag doe. Hier zo. Kippen hebben in ieder geval nodig. Dan doen we zo. Dan wordt dit voor koeien. Dit is het gedeelte hier. Varkens hebben ook niet veel nodig, vind ik. Dan wordt dit hier voor een paar varkentjes, dit kleine hokje. En dan doen we hier schapen en dan die andere grote koeien. Dus als we dan nu even gates maken. Tududududududu.
Heb ik nog weer even nodig. Fucking veel... Oh, ik had nog. Boeien. Waarom zoveel? Waarom doe ik dat? Nee, ik kan best wel even een voorschot maken, maar ik kan ook overdrijven. Jezus, tering. Dat is zo, geloof ik. En dan... Hey, Gates, ja. Ja, we hebben 16 Gates. Dat is meer als genoeg. Heb ik Science? Nee, die kan ik dan ook nog zo wel maken. Waar zit een beetje het... Als ik hem er zo vast in duw, dat zou ook een chill zijn. En dan doen we een 2 breed, denk ik. Oh, fuck. Dit lompen. Ik plaats net zo leuk hekjes terug. Dan doen we die zo, zo. En dan precies zo. Dank u wel. En dan, oh, dit kan trouwens weg. Oh, nee, 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 wat doe jij? Je hoeft niet daarin. Hier doen we varkentjes. Zal ik dat ook? Nee, dat doen we 1 breed. En hier doen we kippen. Nou, als die daar valt, dan doen we het andersom. Ook prima. Doen we daar koeien. Ook goed. Als je zo eigenwijs wil zijn, schoft. Mensen tegenwoordig, hè. Oh my gosh. Oh. Heb ik toevallig science met chest? Nope. Natuurlijk niet. Hier dan. Ja! Hoef ik dat in ieder geval niet te maken. En dan gaan we weer terug. Dan doen we hier. Doen we een sign met. Zal ik het Nederlands of Engels doen? Nederlands. Fuck it. We zitten op een Nederlandse server. Schapen. Koeien. Even hier naar beneden. En dan hier nog. Kippen. Oh, 1 naar beneden. En natuurlijk hier de varkens dan. Varkens hebben ook niet veel nodig, vind ik. Koeien wel. Oké, nou. Ik vind het eigenlijk voor nu wel goed voor deze aflevering. Bij deze aflevering, aflevering 4 is dit nog. Mag je weer gaan... What the fuck? Mag je weer gaan spammen? Ik zou hier maar even weer opnieuw typen dan. Zo. Mag je weer spammen voor een invite? En dan in aflevering 5 vliegen ze eruit. Ik zou zeggen, like deze video. Man, ik breek in één keer van alles op. Like deze video. Wil je een invite winnen, moet je ook geabonneerd zijn. En dan bedank ik jullie allemaal voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Laters.